Surinaamse ambassades in het buitenland, vertelde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vandaag tijdens een persconferentie aan journalisten. Het persmoment is belegd in verband met de opening van de Surinaamse ambassade te Marokko en de Summit of the Americas. Als we heel ambitieus zijn, dan ja. Maar de bedoeling is wel dat we meer missies hebben. Maar alleen in landen waar we goed voordeel van kunnen hebben, zowel financieel als politiek. Dus er gaat wel een toename zien van het openen van ambassades. Ik noemde al Genève. Maar we gaan kijken om goede afspraken te maken tussen wat het kost en wat het opbrengt. En hoe we dat anders kunnen doen. We hebben ook niet residerende ambassadeurs die van hieruit gaan opereren. Bijvoorbeeld als nog een niet residerende ambassadeur hebben. Dus wanneer die relatie volwassen is geworden een beetje, dan gaan we kijken naar een meer fysieke aanwezigheid ter plaatse. De minister verklapte verder dat er ook wat cruciale aanpassingen zullen worden gepleegd aan de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven. Om deze aanpassingen in goede banen te leiden, is er naar zeggen van Ramdin een technische missie op touw gezet, die samen met een team van Schiphol Air Force, die speciaal daarvoor naar Suriname komt, een inventarisatie zal plegen over de nodige hulp. Maar we zijn vrij goed op weg om... Er zijn wat fysieke aanpassingen die gepleegd moeten worden op het vliegveld. Voor wat betreft ook in transit passagiers. En ook wat betreft voorhoorruimtes en ruimtes waarbij indien iemand komt die we moeten terugsturen, dat die niet blijft hangen op de airport, maar gewoon ergens. Want je hebt ook te maken met de mensenrechten. Die moet je ook blijven honoreren. Dus ze moeten ergens goed kunnen slapen enzovoort. Het zijn meer fysieke administratieve zaken die afgehandeld moeten worden. En we willen dat in goed overleg met alle diensten, omdat we anders voor verrassingen komen. De buitenlandse partners hebben intussen ook wat adviezen aan de Surinaamse autoriteiten gegeven voor wat betreft de inrichting van de Surinaamse luchthavens en van de toekomstige havens.